Het cappuccino-model toe te passen op alle statuten lijkt zeer interessant. Ja, dat je dus eigenlijk een liberale minister hebt die zegt: ik wil dat je zelf kan kiezen, maar wel met een basis voor iedereen. Maar die basis moet niet zo ziek zijn dat je dus uiteindelijk alleen maar werknemer wil worden, maar dat je uiteindelijk gewoon wil werken. En dat de manier waarop je werkt aan jou is. Ja, dat klonk mij veel aantrekkelijker in de oren dan hoe het bij ons klinkt. Het idee van minister De Blok om het cappuccino-model toe te passen op alle statuten lijkt zeer interessant. De vraag is hoe ambitieus dat is en hoe rap dat we dat kunnen realiseren. De mensen die met data bezig zijn, zijn er niet om uit of dat het echt wel stijgt of niet. Er is een aanvoelen dat de arbeidsmarkt flexibeler wordt en daar is freelance een onderdeel van. En ik denk ook dat, wat Stijn Broeke zegt, je hebt daar die polarisering op de arbeidsmarkt met de onderkant en de bovenkant die stijgt, maar de middenkant die een beetje zakt. Ik denk dat dat ook iets is dat we in de freelance markt zien. Daar waar het ooit heel erg gestimuleerd werd, zo inmiddels worden eigenlijk de ZZP'ers weggezet als de mensen die fiscale voordelen jagen, die het concurreren met de arbeidsvoorwaarden van de vaste medewerkers, die niet die profiteren, die niet meebetalen aan het sociaal zekerheidsstelsel. Kijk, ik denk dat we naar Nederland moeten kijken om te zien wat zij gedaan hebben en wat niet gelukt is, zodat we niet in dezelfde val trappen. Ik maak me daar echt een beetje zorgen over, dat het zijn volgens mij, nou ja, zowel de werknemers als de ondernemers zijn twee hardwerkende bevolkingsgroepen die volgens mij allemaal het beste met Nederland voor hebben en met Europa, die echt tegen elkaar uitgespeeld worden. Ze hebben allemaal ideeën aangebracht, maar iemand die nu het ei van Columbus gevonden heeft om alle problemen in, die moet nog opstaan.